en welkom allemaal bij de ALV in een digitale omgeving van Buma Stemra 2021. Er zijn rake klappen uitgedeeld door COVID, maar we zien zicht op herstel. En we blijven in verbinding met jullie, rechthebbenden, en met muziekgebruikers. De ALV is belangrijk omdat Buma Stemra een vereniging is. Dus jij als lid hebt stemrecht en invloed op het beleid. En vandaag hebben we toch nog een beetje contact kunnen hebben, ondanks dat het online was, door vragen te stellen en door stemmingen te houden. Dus dat was fijn. Ik vond het best een goede ledenvergadering en ik was heel blij dat er wat vragen kwamen en dat er wat reactie was met de mensen die aan het kijken waren. Ja, ondanks dat het online was en dat het een ALV is, dus toch vaak droge materie, vond ik het eigenlijk heel goed werken. Ik vond het dynamisch, ik vond het afwisselend. Het is een moment waarop de leden ook echt beslissingen kunnen maken. Het is ook een moment waarop de leden echt macht hebben. Alles wat we hier doen is in het belang van de leden. En daarom is de ALV heel belangrijk. Ja, ik mag de vergadering mededelen dat het college... Wat een fantastisch nieuws dat het geïntensiveerde toezicht wordt afgebouwd en dat we teruggaan naar een regulier toezicht. Volgend jaar hoop ik in ieder geval iedereen weer live te kunnen ontmoeten op de AOV. En ik hoop dat ik dan kan vertellen dat ik net naar een hartstikke leuk festival ben geweest.